Gemeente Bethel, hartelijk welkom in deze dienst vanuit Bethel. Helaas vanwege het coronavirus niet bij elkaar, maar wel verbonden met elkaar door de wonderlijke naam van de Heer Jezus en door de Heilige Geest. Samen mogen wij kinderen van God zijn, Gods huisgezin vormen. En dat is geweldig, burgers van een rijk in de hemel. En van die geweldige naam van de Heer Jezus willen we met elkaar gaan zingen uit Opwekking 770. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Ik ben en niet.
Ik wil nu graag in gebed gaan met u. Heer God in de hemel, als we hier zo bij elkaar zijn, dan willen we allereerst u danken dat we u mogen kennen. U mogen kennen door uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, die naar deze aarde is gekomen om te verklaren wie u bent. Om te zeggen tegen ons dat u ons lief hebt met een eeuwige liefde. En Vader in de hemel, dan willen we u daar zo voor danken, voor die geweldige liefde geopenbaard in uw Zoon. Dat we mogen weten dat we uw kind zijn door genade. En dat we mogen weten dat er altijd eeuwige armen onder ons zijn die ons bewaren. En die om ons heen zijn, ja die zelfs boven ons zijn. En dat we dat mogen weten. Het is kostbaar, Heer God, om u te kennen. En daar willen we u ook hartelijk voor danken. Voor dat geweldige geven van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus, dat we ook u hartelijk mogen bedanken. Voor uw komen naar deze aarde. Dat u ons gered hebt van onze ongerechtigheden. Dat u ons kinderen van de Almachtige God hebt gemaakt. Heer, daar willen we u zo voor danken, voor dat geweldige wonder in ons leven, dat we verblijd mogen zijn, ondanks de moeite en de zorg die er nu ook is in deze tijd. Heer God, we willen u hartelijk danken voor de geboortes die weer plaats hebben gevonden hier in Bethel. We willen u hartelijk verdanken, we willen u bidden, ook voor de ouders, Heer, dat ze een zegen mogen hebben, Heer God, van u, en dat zij ook hun kleine leventjes weer mogen toevertrouwen aan u. Dank u wel, Heer, dat u hen wilt bewaren en ook wijsheid wilt schenken. Verder willen we ook bidden, Heere God, voor hen die ziek zijn, hen die door het coronavirus geveld zijn. Wil nu bidden, Heer, voor herstel. Wil nu bidden, Heer, of u ze heel dicht nabij wilt zijn, kracht wilt geven, juist in deze tijd. Denk bijzonder aan hen die kwetsbaar zijn, aan hen die oud zijn. Dank u wel, Heer, dat we mogen bidden ook voor het stoppen van het virus. Heer, er wordt overal gezorgd voor een middel, Heere God, om dit tegen te gaan. Ik bid u voor de artsen, voor de laboratoriums daar waar ze bezig zijn om allerlei dingen te ontwikkelen om wijsheid. Dank u wel, Heer, dat we mogen bidden ook voor hen die werkzaam zijn, die in de zorg zijn. We denken aan artsen, verpleegsters en hen die misschien het eten verzorgen. O Heere God, ik wil u bidden of u ook hen bewaren wilt in deze moeilijke tijd. Geef hen uw genade, Heere God, om staande te blijven. We weten dat ze vele uren moeten draaien en vele uren weinig rust hebben. Heere God, wil nu bidden of u ook hen heel dicht nabij wilt zijn. Wijsheid voor de doktoren bidden we ook, Heere God, ook voor de overheid, die soms hele moeilijke beslissingen moet nemen in deze tijd. Heere God, ik wil u bidden of u zowel de landelijke overheid als de provinciale overheid, gemeentelijke overheden, Heere, of u ze helpen wilt bij de dingen die ze moeten doorgeven. Heere God, geef hem daartoe uw kracht en genade. Dank u wel, Heer, dat we ook zo hier bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen weten, Heere God, dat u van ons houdt. Ook al zijn we niet bij elkaar, we weten, Heer Jezus, we zijn heerlijk verbonden in u. En we danken u daar heel hartelijk voor. Voor dat kostbare wat u aan ons hebt gegeven. Geprezen zij daarvoor uw almachtige naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ik wil u nu graag het Bijbelgedeelte lezen waar ik een kort woord over wil doorgeven. En dat vindt u in Hebreeën 9 vanaf vers 11. Boven dit gedeelte staat de volmaaktheid van het offer van Christus. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoeden. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die onder het eerste verbond waren, de geroepenen, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Tot zover het Bijbelgedeelte. We willen met elkaar nog een lied gaan zingen. En dat zal zijn lied 197 uit Johan de Heer. Volle verzekering, Jezus is mijn, wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed. En dat mag ook in deze tijd zijn.
verzekering, Jezus is mij. Wat schenkt dat rust aan het volzaam gemoed? In hem zal ik zalig, zalig steeds zijn. Wedergeboren door Jezus bloed. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Volle verlossing, gans vrij te zijn. Mag alles liggen in zijn hand. Het hart naar boven, en zo hemelwaard. Zo Jezus voor. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Voor mij. Dit geeft mij blijvend een heerlijk genot. Mag altijd wandelen aan Jezus zijn. Mag steeds weer leven voor mijn God. Dit is mijn vreugde, altijd te zijn. In mijn zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Ik wil graag met u spreken over het volmaakte offer van de Heer Jezus, maar ook over de Heer Jezus als hoge priester. Maar voordat ik dat wil gaan doen, wil ik even een moment stilstaan bij deze tijd waarin we nu leven. Het is in deze tijd van het coronavirus alles zo anders. We zijn in één keer tot ontdekking gekomen hoe kwetsbaar wij zijn als samenleving. Kwetsbaar niet alleen in Nederland, maar over het hele wereld. Mensen zijn bang geworden en angstig om ziek te worden. Mensen zijn bang om hun baan te verliezen. Weer anderen zijn bang dat hun zaak de zaak niet overeind kunnen houden. Of hun hypotheek niet meer kunnen aflossen. En allerlei dingen komen nu naar voren. En als we aan deze dingen denken, dan denken we vaak nog maar alleen aan onszelf. Maar hoe te denken aan hen, en we kunnen dankbaar zijn dat er in Bethel nog niemand is overleden aan het coronavirus,
maar denk aan velen die hun dierbaren hebben verloren. Hen die alleen moeten sterven. En als we denken aan de vele mensen die op de vlucht zijn, de vluchtelingen hier in Nederland, die de taal niet spreken, ook niet kunnen lezen. Lieve mensen, hen die onderweg zijn, de grenzen zitten dicht, je kunt nergens terecht. En als je dan denkt aan die vluchtelingenkampen in Lesbos, het is verschrikkelijk als het daar uitbreekt. Kortom, wat is de mens kwetsbaar? En vooral, wat is men kwetsbaar als men God niet kent? Dan niet ergens op terug kunnen vallen. Ik zag op de televisie een keer een uitspraak van een arts die op de IC werkte. En er was iemand geweest die had geld meegenomen. En die had dan de arts gevraagd, je kunt dit geld van me krijgen als je maar zorgt dat je me niet alleen laat sterven. Angst op de IC's die er zijn. Lieve mensen, laten we bidden voor deze tijd, ook als kinderen van God, dat juist in deze tijd vele mensen tot geloof in de Heer Jezus mogen komen. Dat ze mogen gaan roepen naar God. En hoe belangrijk is het om daarvoor te bidden? Een mooi iets wat ik hoorde in Amerika. Er waren in Amerika nog nooit zoveel Bijbels verkocht als de laatste tijd. Ja, men komt tot ontdekking dat men God nodig heeft. En dan wij als kinderen van God. Waar kun je dan dankbaar zijn, zoals we net ook hebben gezongen, volle verzekering, Jezus is mijn, wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed. O, dan niet bezorgd over je gezondheid. O ja, natuurlijk, dat zijn wij ook. Misschien ook bezorgd over je baan of dat je de zaak wel af kunt lossen, enzovoort, enzovoort. Maar wat is het kostbaar dat als je een kind van God bent, dat je je bezorgdheid bij de Heer Jezus mag leggen. En dat we mogen weten dat wat er ook gebeurt in ons leven, dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ja, volle verzekering, Jezus is mijn. Geliefde mensen, we hebben met elkaar Goede Vrijdag gevierd. We hebben met elkaar na mogen denken over dat de Heer Jezus voor onze zonde is gestorven aan het kruis van Golgotha en dat hij die diepe weg is gegaan voor ons. We hebben met elkaar Pasen mogen vieren. Pasen, de dood is overwonnen. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood en wij mogen weten dat we met hem zijn opgestaan uit de dood. Hoe anders was het vroeger in het Oude Testament? Daar had men die zekerheid niet. Daar bracht men elke keer offers door middel van dieren. En dat bloed wat dan gestort werd, dat bedekte de zonde. Eenmaal per jaar ging de hoge priester ook vaak het heiligdom binnen om daar eerst verzoening voor zichzelf te doen en voor zijn gezin. En daarna deed hij dat voor de gemeente of voor het Israël zelf. En lieve mensen, het waren allemaal onvolmaakte offers. Hebreeën 9 vers 9 zegt het ook heel duidelijk. Daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hen die de dienst verrichten wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot de tijd van de betere orde. En we mogen weten dat de Heer Jezus is gekomen. We mochten dat met elkaar ook lezen uit het woord van God. En ik vond het zo prachtig mooi, ik moet er elke keer weer aan denken met kerst, als daar die oude Simeon de Heer Jezus binnen ziet komen op de armen van zijn vader en moeder, Jozef en Maria, dan roept hij het uit, dan schreeuwt hij het als het ware uit. En hij nam het in zijn armen, staat er, loofde God en zei, laat nu Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ja, hij was ervan overtuigd, er moest een beter offer gebracht worden. En dat offer zou de Heer Jezus brengen. Wat kostbaar is het dat wij dat mogen weten. Vroeger was het onvolmaakt. Als men toen stierf, ging men naar het dodenrijk. Als je gelovig was, ging je naar de goede plaats van het dodenrijk. En anders kwam je op de verkeerde plaats van het dodenrijk. Maar nog niemand kon er naar de hemel gaan. Maar als we kijken naar het offer van de Heer Jezus, lieve mensen, dan weten we dat dat een volmaakt offer is en dat dat volkomen was. De Hebreeënbrief schrijft dus heel duidelijk over een betere orde. Toen is Christus verschenen, de lang beloofde, de lang verwachte. En tegelijk wordt ons verklaard wat zijn taak is. En het is de hoge priester, niet een hoge priester die aangewezen is door het volk, alhoewel Aaron natuurlijk ook aangewezen is door God, maar een hoge priester die van God zelf kwam. God zelf zocht
de beste hoge priester, maar die er kon zijn. En als we daarnaar kijken, dan kunnen we even kijken hoe deze hoge priester, wat hij allemaal moest lijden voordat hij die hoge priester kon worden. In Hebreeën 2 vers 10, daar staat het volgende, want het paste hem, en hier is God aan het woord, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. We zien hier heel duidelijk dat God dit alles bedacht heeft. Dat God deze hoge priester heeft uitgezocht. Het is de leidsman van hun zaligheid. Hij wilde veel mensen tot heerlijkheid brengen. Dat is de liefde van God die hier naar voren komt, heel duidelijk daarvan spreekt. En dan wordt er gesproken de leidsman van hun zaligheid. En ook deze tijd waarin we toch wel enigszins bezorgd of bevreesd zijn, lieve mensen, dan mogen we weten dat wij een leidsman hebben in ons leven. Een leidsman die ons bij de hand neemt. Een leidsman die voor ons zorgt, ook in deze tijd. Waar mogen we daar dankbaar voor zijn? Hij gaat voor ons uit. De hobbels die onderweg zijn, die haalt hij weg. En hij zorgt ervoor dat we in de eeuwige heerlijkheid terecht zouden kunnen komen. En dat heeft hij gedaan door deze Jezus. Door lijden te heiligen. Door lijden apart te zetten. En als er iemand geleden heeft, dan is het de Heer Jezus wel. Hij had zich volkomen overgegeven aan zijn Vader. Als ik kijk naar het leven van de Heer Jezus, dan was het leven van de Heer Jezus één groot offer. Het was één groot offer, het was één geweldig reukwerk naar de Vader. Want hij deed precies wat de Vader wilde. Maar wat heeft hij moeten lijden? Lijden, geen plaats voor hem in de herberg. Lijden moeten, omdat niemand hem moest. Hij werd als het ware verstoten. Ook zijn discipelen hebben hem niet altijd begrepen. En wat heeft hij moeten lijden, ook in Gethsemane, toen hij daar helemaal alleen was en daar zoveel leed dat zijn zweetdruppelen bloeddruppelen werden. Ja, als er iemand geleden is, dan heeft de Heer Jezus en dan denken we nog niet aan het kruis. Als we denken aan hem, hoe hij aan het kruis is gehangen, handen en voeten doornageld. Een doornenkroon op het hoofd. Hij is bespot is geworden van als je nu werkelijk God bent, als je nu werkelijk diegene bent die je zegt, kom dan van dat kruis af. En ze hebben hem bespot en ze hebben van alles tegen hem gedaan. Hij heeft geleden, waarom? Lieve mensen, God wilde dat hij lijden zou om ons. Om ons volkomen te begrijpen. In wat voor situaties wij ook komen. In wat voor situaties u misschien nu ook bent. De Heer Jezus heeft dat alles meegemaakt. God de Vader wilde dat hij door dit lijdensproces zou gaan. Omdat hij ons volkomen zou kennen. Er staat dan ook zo mooi in vers 11. Immers zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hem broeders te noemen. Lieve mensen, we mogen broeders en zusters zijn van de Heer Jezus Christus. Was dat kostbaar? Dat we dat mogen weten. We zijn van hem. We horen bij het huisgezin van God. En dan staat er zo heel duidelijk ook in vers 14 nog. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood heeft, dat is de duivel, teniet te doen. Wat er ook gebeurt in ons leven, lieve mensen, ook al zouden we moeten sterven door het coronavirus, de dood is teniet gedaan. We zijn getrokken uit de handen van Satan. Satan heeft geen recht meer op ons leven. Wij zijn van de Heer Jezus Christus. En het is zo prachtig mooi dat hier in dat hoofdstuk 2, daar wordt ook de Heer Jezus als eerste, als hoge priester genoemd. Daarom staat er in vers 17, daarom moet hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. God wilde hebben dat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn. Je kunt op de Heer Jezus rekenen als hoge priester. Daar mag je absoluut van overtuigd zijn. En dan staat er ook, want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Lieve mensen, deze hoge priester hebben we, is door God zelf uitgezocht om ons te kunnen dienen. En ons te kunnen helpen onder alle omstandigheden. Ja, als je daarnaar kijkt, dan is het prachtig mooi. Zoals ook
1 Johannes 1 vers 12 het zegt, of Johannes 1 vers 12. Want allen die hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven om een kind van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit vlees, nog uit de wil des mans, doch uit God geboren zijn. Lieve mensen, we mogen weten, en dat is kostbaar heerlijk, dat de nieuwe mens van ons draagt de DNA van God. Dat mogen we weten, door de Heer Jezus Christus. Hoe kostbaar is het dat wij deze hoge priester mogen hebben? Ja, we hadden een hoge priester nodig van een andere orde. En dat is de Heer Jezus. Staat zo mooi in vers 11. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. We hebben geweldig veel ontvangen in de Heer Jezus Christus. En daar kunnen we over nadenken. Maar wat we ook mogen weten, dat hij de hoge priester is van de toekomstige heilsgoederen. We hebben geen flauw idee wat ons nog te wachten staat. Maar het is zoiets geweldigs, het is zo wonderbaar. Alles door dat bloed van de Heer Jezus, doordat hij onze hoge priester is. Lieve mensen, we mogen weten dat er in de Bijbel staat wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wanneer geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft God beloofd aan degenen die hem lief hebben. Lieve mensen, onvoorstelbare dingen liggen in het verschiet, doordat de Heer Jezus ons gekocht heeft met zijn kostbaar dierbaar bloed. Maar toen is Christus verschenen als hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is niet van deze schepping. Lieve mensen, we mogen weten dat de Heer Jezus binnengegaan is in de hemel zelf, om de hemelse dingen ook voor ons te reinigen. De zonden lagen als het ware opgestapeld voor de hemel. Maar de Heer Jezus heeft onze zonden verzoend en een weg geopend tot de Vader. Ja, we mogen weten dat op het moment dat de Heer Jezus stierf, daar het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Dat we mogen weten de weg naar het heiligdom, de weg tot God de Vader vrij is. En dat we daarvan overtuigd mogen zijn, ook in deze tijd. God houdt zich niet doof. De Heer Jezus luistert naar u. U kunt in een gebed naar hem toe gaan. Het is zo anders voor de hoge priester van het Oude Testament. Ik heb het al gezegd, hij moest met het bloed van stieren en bokken, mocht hij het heiligdom binnengaan. Maar eerst nadat hij zichzelf gereinigd had. En er waren nog al die zonden aanwezig. Elk jaar opnieuw werd er naar gekeken. Maar onze Heer Jezus Christus is voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daar een volkomen verlossing teweeg gebracht. Er staat in Hebreeën 9 vers 12. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daar een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Ja, datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat was voor eens en voor altijd. Onze eeuwigheid ligt vast in de Heer Jezus Christus. Wij kunnen absoluut op hem vertrouwen. Hij heeft voor eens en altijd met zijn bloed binnengegaan. Ja, ook de Heer Jezus had nodig het bloed mee te nemen om binnen te gaan. Want hij was besmet geraakt door ons. Maar dat bloed van hem was zo volkomen dat hij met dat bloed binnen kon gaan in het heiligdom. En zo mogen wij ook weten dat we binnen mogen gaan in het heiligdom samen in het, door het bloed van Jezus. En daar staat er zo mooi, maar door zijn eigen bloed. Ja, de Heer Jezus is heel wonderbaar als je daarnaar kijkt. Want de Heer Jezus was zowel het lam als de priester. Hij was de priester die het offer bediende. Maar hij was beide. Hij was zowel het lam als de priester. Ik vind het zo mooi, ik moest er nog even aan denken toen ik zo hiermee bezig was. Toen dacht ik even aan Isaac. Isaac die zei tegen zijn vader, vader, hier is het hout en hier is het vuur, maar waar is nu het lam voor het brandoffer? En dan zegt Abraham, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En God heeft voorzien in een lam. Het was zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, die bereid was om dat te gaan doen. Lieve mensen, wat kostbaar is het dat wij zo'n hoge priester hebben. Als we kijken naar het kleed van de hoge priester in het Oude Testament, dan droeg het op zijn hart de namen van de stammen van Israël. De hoge priester van het Oude Testament dus droeg ze op zijn hart. Maar wat wij mogen weten, dat de Heer Jezus ons
in zijn hart draagt. Dat we mogen weten dat we volkomen van de Heer Jezus zijn. Dat we mogen weten dat we één plant met hem geworden zijn. Dat we mogen weten dat onze namen gegrift staan in de handen van de Heer Jezus. Die doorboorde handen van de Heer Jezus, daar staan onze namen in. En niemand rukt ons uit zijn hand, staat er in de Bijbel. Wat kostbaar is het dat wij zo'n hoge priester mogen hebben, lieve mensen, die de hemel is binnengegaan. Ja, de kracht van Jezus' bloed. Als we daaraan denken, dan denken we vaak aan de verlossing van onze zonden. Maar lieve mensen, het is veel meer. De kracht van het bloed van Jezus heeft hem doen opstaan uit de dood. Door de kracht van dat bloed. In Hebreeën 13, vers 20 staat, God heeft de Heer Jezus teruggebracht uit de dood op grond van het bloed van het eeuwig verbond. We zien dus dat de Heer Jezus opstond door het bloed wat hij zelf gestort had. De kracht die er zit in dat bloed van de Heer Jezus is onvoorstelbaar. En daarom mogen we weten dat hij voor eens en voor altijd binnengegaan is en een eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht. We zijn eeuwig verlost door het kostbaar dierbaar bloed van de Heer Jezus. Als we daarna kijken naar het bloed van de Heer Jezus, dan vinden we dus nog meer aspecten. We zien zelfs dat het bloed van de Heer Jezus meegenomen is in de hemel. En dat het nu nog in de hemel is. Al onze dierbaren die ons reeds zijn voorgegaan, die in de hemel zijn, zien telkens nog dat bloed van de Heer Jezus. Daar staat in Hebreeën 12 vers 24, dat als wij tot God naderen, wij ook naderen tot de middelaar van het nieuw verbond, dus tot Jezus, en tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan van dat van Abel. Het bloed van de Heer Jezus is in de hemel. Elke keer worden de mensen daarbij bepaald. Maar God de Vader ziet het ook elke keer. Als de duivel ons aanklaagt omdat we het een of ander hebben gedaan, dan wijt de Heer Jezus direct, de middelaar, op dat bloed wat in de hemel is. Ik heb deze persoon vrijgekocht van al zijn zonden en al zijn ongerechtigheden, van het verleden, van de heden en van de toekomst. En wat is het kostbaar dat we dat mogen weten, dat dat bloed ons reinigt van alle zonden. Dan staat er in vers 13, want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, dan staat er, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Nou, wat werd hier nou bedoeld met het bloed wat van de jonge koe en de as van de jonge koe? Nou, als mensen in contact waren gekomen met een dode, dan waren ze onrein, dan mochten ze de tempel niet binnen. En dan moest er eerst een dier geslacht worden, een rode koe. En als die dan geslacht werd, dan werd het verbrand. En dan werd het hout dat waar as geworden was, samen met die koe, dat werd dan gebruikt ter heiliging, ter reiniging van degene die, bij wijze van spreken, met de doden in aanraking was gekomen. En dan mocht men pas weer het heiligdom binnenkomen. Lieve mensen, ook wij zijn met de dood in aanraking geweest. Het loon wat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Here, staat in Romeinen 6 vers 23. We zijn in aanraking geweest met de dood, door de zonde was de dood ook gekleefd aan ons. Maar hoe kostbaar is het dat het bloed van Jezus veel sterker en veel krachtiger is en dat het zelfs zo ver gaat dat het zelfs ons geweten reinigt van dode werken. Dus als wij tot God naderen, dan hoeven we niet angstig te zijn van ja, maar ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan en dat gedaan in het verleden. Nee, lieve mensen, ook de bloed van de Heer Jezus is zo krachtig dat het ons geweten reinigt. Alles wat we gedaan hebben, wat het ook zal zijn, wat het ook is geweest, als we het gebracht hebben bij de Heer Jezus, dan is het weg. Weg door het bloed van Jezus. De kracht van Jezus bloed doet de zonde weg. En dat is een heerlijke zekerheid. En dat is ook kostbaar. Want als ik dit niet zou weten, dan zou ik hier vanavond niet staan. Want in de avonddienst is deze dienst opgenomen. Dan zou ik hier niet staan. Daar staat heel duidelijk om de levende God te dienen. En dat mogen we hier doen samen met enkele mensen hier die levende God dienen. Maar u mag het ook thuis doen. Die levende God dienen, waarom? Omdat ons geweten niet meer wordt aangeklaagd. De kracht van Jezus bloed heeft ons geweten volkomen gereinigd. En lieve mensen, waarom? Om de levende God te dienen. En dat is een opdracht. Een opdracht die we samen hebben. Juist in deze tijd. Bidden voor de mensen om ons heen. Bidden voor de mensen die angstig zijn.
Bidden voor elkaar, voor degenen die het virus hebben opgelopen. Bidden of misschien ook vragen of we nog wat voor elkaar kunnen doen. Lieve mensen, we zijn één huisgezin van God. God is onze vader en wij mogen zijn kinderen zijn. Wat is dat kostbaar heerlijk. Ten slotte wil ik u nog een tekst meegeven, een paar woorden meegeven uit Hebreeën 4. En daar staat in vers 14. Nu we dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. We gaan nog met elkaar een heerlijk lied zingen. En dat is lied Opwekking 798. Houd vol, hij laat niet los. We zijn vast in zijn handen. Hij heeft ons in zijn hart gedragen. Houd vol. Wij zijn het volk van God. Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast. Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Houd vol, houd vol. Hij laat niet los. Het is een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Houd vol, houd vol, hij laat niet los. Voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt, want hij laat ons nooit alleen. Zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op, het zijn de schouders waarop wij mogen staan. En houd vol, houd vol, hij laat niet los. Voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt, want hij laat ons nooit alleen. God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen.
Houd vol. God is voor ons. God is naast ons. God is om ons heen. Daar mogen we van overtuigd zijn. Zullen we de Heere God hartelijk danken? Dank u wel, Vader in de hemel, dat we dat mogen weten. Dat u er altijd bent. Dat u voor ons bent. Dat u naast ons bent. En dat u om ons heen bent. En wat geeft dat een geweldige blijdschap en vreugde. Ondanks dat je soms in moeilijke tijden leeft. Heer, dat we dat mogen weten, want dat is een heerlijke zekerheid die niemand ons afhaalt. En daar willen we u hartelijk voor danken. Heer God, ik wil u ook bidden voor het zendingswerk wat wereldwijd gebeurt. Ik wil u bidden, Heer, of u dat wilt zegenen, juist ook in deze tijd. Het is zo belangrijk dat ook anderen uw woord leren vinden, Heer God. Dat ze tot geloof in u mogen komen. Ik wil u bidden, Heer Jezus, voor de organisatie die allerlei kampen hebben bedacht. Heere God, en dat nu niet door kan gaan. Ik wil u bidden, Heer, of u ze wijsheid wilt geven. Heere God, en denk ook bijzonder ook aan de Herikon. Ik wil nu bidden, Heere God, voor al deze organisaties die nu toch een beetje met de hand in het haar zitten. Heere God, ik wil u bidden of u ook hen uw rust en genade wilt schenken. Heer, ik wil u bidden voor hen die misschien hun baan hebben verloren. Ik wil u bidden, Heere God, voor hen welk bedrijf misschien op de tocht staat. Heer, ik wil u bidden voor hen die zorgen hebben over de hypotheek. Heere God, al deze dingen mogen we gewoon bij u brengen. En u danken, Heere God, dat u daar alles van weet. En Heere God, zegen hen, sterk hen, geef hen wijsheid, Heere God, dit wat ze moeten doen. Dank u wel, Heer, dat we zo ook deze dienst met elkaar mochten houden. Heer, en dat we dat kostbare woord van u mogen hebben. Wat zo vol van liefdevol is, zo vol van waarde is. Heere God, dat meer waarde is dan al het goud en zilver van deze wereld. Het woord van u wat ons spreekt van liefde. Het woord van u wat spreekt over veel mensen tot geloof brengen. Dat spreekt van een hoge priester die getrouw en barmhartig is. Dank u wel, Vader, dat we dit allemaal uit uw woord mochten horen. Heere God, u houdt van ons en daar willen we u hartelijk voor danken. Heere, zegen ons zo. Ik wil nu ook graag de zegen uitspreken. Nu zij met ons de liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, totdat de Heer Jezus weer komt. En hij komt spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen.